Maar ik, ik, ik wou nog eerst even terug naar standaard. Ja. ja. Want je, zegt, je hebt daar twee jaar gezeten, als ik me niet vergis. Ja. Niet, echt niet veel gespeeld, hè? Nee, misschien vijftien wedstrijden, waarvan vijf basis. En dus hoe kijk je dan, nee. dan terug? Negatief of toch positief dat je dat gedaan hebt? Of? Kijk, hè, ik heb daar op mentaal vlak zoveel geleerd. Zoveel, ik ben zo ster, zoveel sterker geworden. Ik ben terug in mezelf... Allez, terug. Ik ben, ben veel meer in mezelf gaan geloven. Um, Meer het besef van ik, moet, ik ben degene die er iets van moet maken. Ja, voilà, zo'n ding is. En ook gewoon he, praten met mensen. Um, beseffen dat praten met mensen ook gewoon echt helpt. He, dat je gewoon even je, je eigen kwijt kunt aan, aan, aan mensen. gewoon even kunt praten met mensen. Dat dat daar dat, dat dat wel toe doet. Misschien niet voor iedereen, maar voor mij persoonlijk wel. Voor mijn persoonlijke ontwikkeling is dat, is dat best wel belangrijk. Maar voelde dan dat je dat je misschien minder gefocust was op training of minder presteerde. Want uiteindelijk kijken ze daar naar, de elf beste spelen. Kijk, hè, ik zeg je eerlijk... Bij Michel Predom misschien niet. Ja, jawel, ik kijk, vraag het mij af. Kijk, ik zeg je eerlijk, ik ben, ik ben sowieso... Uh, maar dat is echt iets wat jij op dat moment zelf niet beseft. Uh, pas daarna. Ik ben sowieso niet met de juiste mentaliteit bij daar aangekomen. Snap je? Ik kom van Cagliari en ik denk dan van, oké, okay, Standaard, dat, dat moet wel lukken. En, en dat is waar, waar, alles, waar alles mis is gegaan. Ook, ik kom terug in mijn, mijn comfortzone, dus ik was een beetje, een beetje laid back. En, en, en dat heeft mij, um, dat heeft mij uh, ja, gewoon gekild. Geked, hè? Ja, echt. En dan ja, krijg ik mijn kans tegen, tegen Eupen nog. <laughs> mijn eerste wedstrijd met was tegen Eupen. En ik speel daar gewoon echt een, een kutwedstrijd. Ja, wedstrijd. We verliezen die wedstrijd dan ook nog. Als, wij, als ik dan een slechte wedstrijd speel en wij wonnen, dan wonen. Dat was dan, dat was dan nog iets anders misschien. Maar wij verliezen die wedstrijd dan ook nog. Ja, snap je? Dus ik, ik heb mijn kans wel gekregen, maar ik heb ze niet gepakt. Dus, dus je verwijt maar, standaard of Michel Perdom, verwijt je dat wel niet? Kijk, ik zeg je eerlijk, er waren wedstrijden dat ik mijn kans kon krijgen. Zeker nadat ik... Dat je meer een kans nog kon krijgen. Ja, zegt, ja, dat ik meer mijn kans kon krijgen. Zeker nadat ik die klik heb gemaakt. Want... Hè, dat was mijn eerste jaar dan, hè, bij Sandaar. Die wedstrijd te tegen Eupen komt dan in oktober of september, denk ik. Uh, slecht, ik speel niet meer. En hè, er wordt, ik denk ook bij mezelf: van, hè, fuck it. Dus ik ben, ik, ben, ik, ben, ik ben in Antwerpen met mijn familie, ik ben met mijn vrienden. Er is een feestje daar, Sena is daar. Weet je? En op een gegeven moment, gelukkig heeft dat niet zo lang geduurd. Op een gegeven moment. Uh, ik heb, ik heb zo iemand die ik zie als een, als een grote broer voor mij en die wou heel graag mee. die heeft mij echt, ja, die heeft mij gebeld van en kom 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 naar me thuis hè. gezellig bla, bla, bla. en die heeft mij echt gewoon erin geluisterd want hij weet ik kan niet luisteren dus, uh, dus ik ben echt naar daar gegaan en uh, ik, heb, ik heb echt rond mijn oren gekregen dus hij lokte nu? Ja. Is... Kom we gaan leuke dingen doen? Ja, van nee, dan... niet, niet, niet van leuke dingen, maar gewoon kom, kom bij mij thuis, gezellig hè. Die, wonen, die wonen niet zover. En dan intervention. En dan bam, <laughs> hè, alles, uh, alles erop. Maar echt als Shit. een, echt gewoon, want... Die... Maar ja, dat is wel, eerlijk, dat is wat nee, 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 een vriend kan doen zeker, eigenlijk. Zeker, ja, ja, voilà, okay. zeker. Uh, dus, dat heeft mij ook echt, ook weten, hè. dat komt ook van een, een ouder persoon, die is 30 jaar. Uh, maar van... ik voel me plots heel oud. Okay. Een ouder. Uh, dus zij ook ouder. Ja, ja. Uiteindelijk, uiteindelijk. Wat zit het hier? 35, jongen. Ja, mee, gij, gij ouder ouder dan, Gelijk jonger dan. Uh... Zwijg, jongen. <laughs> oh ja. Ik, ik, iedereen zegt tegen mij, dus ik zeg: die is ouder dan mij. Die zegt, maar dat kan niet. Die dus is 5, maar. 6 jaar jonger dan, dan u. Babyface, man. Ja, echt? Ik begin al rimpels te krijgen. <laughs> En hij heeft zich nog thans geschminkt hè, voor vandaag. Mag jij ook, hè? Ja. Ik... Ah, oké. Okay. Ja, copycat, hè. Maar jij hebt al wel grijs haar. Ja, veel, jong. Ja, Jawel, wel hier. Toch? Maar goed, Maar niet over ons gaan dingen volgens... nee. nee, wacht. Um... Intervention. Kijk, ik vind dat goed van die gast. Je zet hem daar toch dankbaar zeker voor? En vast, huh? Zeker en vast. Zeker en vast. Dat is ook iets waar we voor de rest van mijn leven gaat bijblijven. En uiteindelijk heb ik dat gesprek met hem gehad. Uh, en daar heb ik echt beseft van, oké, okay, praten met mensen, voor mij, is dat, is, dat, is dat goed. Omdat ik toen, uh, in december zijn wij, zijn wij uh, in januari zijn we toen op stage gegaan in, in Spanje, in Marbella. En ik ben gekomen als een, als een machine. Ja, klik, als een, als klik gemaakt. Een, ja, ik heb ja. die klik gemaakt als een machine. Dat was ook, eh, ineens word ik terug opgeroepen voor de, voor de nationale ploeg. Eh, de nationale ploeg komt dan. Ik ga ja, weg met de Nationale Ploeg, ik kom terug. En dan zit ik zo, zit ik zo terug in de tribune. Bizar toch? Zo, ik snapte, dus er waren wel... Waar praat je ik... daar dan over? Nee, ik hield mijn mond. Hè. Ik hield mijn mond. Ik dacht, ik dacht bij mezelf, straat mijn mij niet, zie Maar heb je daar dan bij te winnen om op dat moment met je hand op tafel te slaan? Dat weet ik niet hebt Er zijn verschillende hand hey, op tafel ik... en, en vragen... Nee, nee, ik wow. wou, moet ik beter doen om... Er waren, er, waren, er waren mensen daar die zeiden van well, amai, is ik in een situatie dat ik zou alleen een spiegel of zo kapot hebben geslagen. Ja. Om maar op te vallen? Stuur. Nee, maar ja. Ja, nee, maar ja, ja, snap dan... Om echt even ja, de was op de maak, tafel. Hè, dat kan ja, mij van alles. Snap het, dat, dat zou ik nu ook niet doen. Maar ik snap wel dat je gewoon even... Je kunt wel naar, naar het kantoor ja, nee, van een trainer gaan. Klop, klop, klop. Zeg, uh, hoe zit het? Nee, dat nee, kun je wel. Dat heb, ik, dat heb ik niet gedaan. Maar ik, ik, voel, ik, ik heb dat al gezegd hè, in, 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 in een interview. Ik voelde mij... Misschien is dat trots of zo. Van oké, okay, ik ben goed dat bezig met mijn niet. Of, snap je, dat dus zoiets. Maar dat werkt alleen maar tegen nu. En uiteindelijk, yeah, dat heeft niet nie echt in mijn voordeel gewerkt, best aan daar. Ik heb daarna nog wel een paar kansen gekregen. Maar dan, yeah, het, 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 mijn tweede jaar, best aan was ik echt helemaal. <tosser> yeah, toen is uh, Gavorie gekomen. Ja. Heeft een mooi seizoen gespeeld. Hè. Ze heeft echt een mooi seizoen. Die heeft, uh, die heeft, die heeft echt goed gepresteerd. En uiteindelijk ook, snap jij, als een speler komt. Op je positie en die doet dat gewoon beter, moet je gewoon dat, dat moment respecteren. Tuurlijk. Snap je? Ga niet ga boos zijn omdat iemand het goed doet op je positie. Nee. ben boos, oké, okay. je kunt boos zijn, maar boos op je eigen. Dat is niet zijn schuld. Dus hij, heeft gewoon, hij doet gewoon zijn ding. Hij heeft een goed, een goed seizoen gespeeld en ik was dan een beetje verder in de schaduw gegaan. Ja, en, dat moet toch het moeilijkste moment zijn dan. Ja, dat was. Dat, was, dat moet toch het moeilijkste seizoen ik denk, zijn? Ik heb, he? ik heb, ik was eh, voor, mijn, ik denk, voor mijn mental had ik zoveel geluk dat uiteindelijk die, die corona-uitbraak is gekomen. Voor mijn mental, want ik denk dat ik echt. Kijk, dat de enige die daar mentaal beter van geworden is dan? Ja, om rust te krijgen dan. Gewoon rust, eh, ja. even gewoon. Gewoon rust en dan. Eh, op, ja, je moest niet heb... meer naar de club, hè? Alleen je, moest niet, je werd niet meer geconfronteerd met het feit dat je geparkeerd nee, hadden. Nee, nee, nee. Dat was, dat was ook even. Dat was, dat, was, dat, was, dat was wel goed voor mij. Toen. Uh, ja, nee, wel, allee, heavy Welk. Ja, heel dit verhaal ja maar als ja. je een heel jaar lang voelt dat je toch niet in die ploeg gaat geraken dan snap ik dat op een gegeven moment het ook wel, op ontploffen we, ah, we zijn nu 70 minuten aan het praten ik vind dat je mentaal super sterk bent en, en, en als je dan zegt ik was blij dat corona was zodat ik niet meer naar de club moest of niet meer geconfronteerd werd met en dan zit je toch nee, weet de, redelijk diep weet je wat het is? Omdat ik, ik, wou, ik wou zo graag Spelen. Ik wou zo graag spelen. Dat was zo lang. Allee, lang. Er zijn sowieso mensen die het erger hebben als mij. Nee, maar dat is altijd. Om, hè, voilà. dus. dus dat is ook iets waar, waar je bij zo moet staan. Maar mijn probleem was... Ik wou spelen. Ik wou heel graag spelen. En ik speelde niet. Dus uiteindelijk... Had, ik had een kans om, om, om te gaan spelen in januari. Om weg te gaan. En hey, dat werd mij gewoon niet, niet toegelaten. En uiteindelijk ben ik gebleven. voor weet, Ik trainde als... Centrale verdediger en ik word, in, ik word opgesteld als bijvoorbeeld links-midden, links-voor of. of ja. Snap je? Dus van die dingen waar ik denk van nee. denk: ja, dat is het niet. Snap je? Laat mij, laat mij. Kom, mij gewoon laten gaan. Ja. Dus, dus da, da, daarom eigenlijk, daarom was, ik was er echt gewoon klaar mee. Snap je? Ik wou op dat moment. Um, uit al, ik heb alleen maar respect voor, voor, voor al mijn trainers die ik daar heb gehad, al mijn teamgenoten. Ik heb een goede band met al mijn teamgenoten nog die, die ik daar heb gehad, maar ik wou, gewoon, ik wou gewoon niet meer daar zijn. Ik wou gewoon niet meer daar zijn toen, op dat moment.